Een hele goede middag. Ik zei al, ik verwacht een pakketje uit Rusland. En je raadt het al, die is binnen. Dus ik ga even live met jullie. Het pakket staat nog helemaal ingepakt. Dus ik ga echt even uitpakken met jullie. Dat scheelt mij namelijk straks één filmpje voor de unboxing. Dan hoef ik die niet helemaal uit te pakken straks. Ik doe hem dus graag even met jullie uitpakken. En een pakketje uit Rusland, jongens. Ja, ik weet wel natuurlijk wat erin zit. Dus ik ben zelf laaiend enthousiast. Ik zal hem even omdraaien. En voordat Pascal weer komt. Het is geen Russisch bruidje. Die zat al te geinen en te grappen. Dat kunnen. Ja, wat komt er nou uit Rusland? Ja, hey. Het zit in ieder geval goed verpakt. De bezorger die het bracht zei ook al, als je dit in december bestelt, dan weet ik zeker dat we het pakket gaan openmaken zoals het eruit ziet. Dan zijn we heel bang dat er vuurwerk in zit en zo. Dus hij was op de hoogte gebracht bij mij dat hij een pakketje kreeg uit het buitenland. Ik had hem ook al gezegd, als hij op maandag komt, dan mag je hem laten staan. Ik ben er toch nooit op maandag. Dus, ja. Yes! Ja, ik weet al gewoon wat erin zit. Hier zit ik natuurlijk al even op te wachten. En jullie hebben al mij een filmpje zien maken op YouTube met die hele mooie droomenvanger. En ja, ik heb natuurlijk wat proefjes gehad. Dus, jongens, hij zit echt vol die doos. Zo gaaf dit. Zo gaaf. Wat is het? Nou, ik hoop dat jullie nog weten dat ik deze gemaakt had, onlangs. Een droomenvanger met diamond painting en dan op hout. En dit is van Wizardy. Ze hadden mij zelf gebeld. Wizardy is het product van een bedrijf in Rusland. Dus ja, dit is er dus eentje van. Die heb ik op mijn YouTube op een filmpje staan. Dus die link zal ik er straks ook wel even bij zetten op Facebook. Als jullie willen zien hoe deze in elkaar zit. Die heb ik er staan. Dus ja, die zitten erin. Maar voor de rest hebben zij... Dus ook gewoon hele leuke andere beestjes. En het leukste van deze is... Deze kun je ophangen. Je kunt... ze worden ook geleverd. En dat staat ook altijd op de doos. Met een houder. Dus een setje om ze op te zetten. En ook nog met een magneet. Dus dan kan je die erachter plakken en dan zou je hem op de koelkast kunnen doen. Dus ja, dit is echt te gek hoor, Jocelyn. Dus ik ga wat even naar de grond toe. Om wat leuke dingen voor jullie uit te stapelen. En we hebben een katje. Ook die komt met magneet en houder. Jongens, ik word helemaal... Ik weet niet waar ik kijken moet. Ze hebben hele leuke unicorn. Plus pearl colored rhinestone. Nou, dat kan ik ook al zien dat er een ander soort in zit. Want er zit meer glans over die ene heen. Oh, gaaf, jongens. Dit is om hebberig van te worden. Ik weet het. Nog één. Even kijken, een katje. Dit zijn allemaal kleinere pakketjes. Sommige hebben we dit 3 keer besteld. Sommige 4 keer, sommige 5 keer. Dus een iets grotere. Nou, over het algemeen ziet hij er wel iets groter uit. Dus een vlinder. Ja, ik hint jou zeker. Als het hangt er vanaf hoe rustig het is. Maar uiteindelijk zal het er vanavond zeker allemaal op staan. Als het rustig is in de winkel, probeer ik straks al zelf wat erin te zetten. Even kijken. Een hele mooie uil. En ook die heeft die pearl colored. En een konijntje. Even kijken. Laat ik het konijntje natuurlijk bijna niet zien. Even kijken. Ik vond deze wel heel erg leuk. Omdat je ze natuurlijk ook kan hangen, is dit ook wel heel erg leuk. Yin-yang. Zeker omdat het bijna Valentijn is voor iemand die dat nog zou willen doen. Is het ook makkelijk. Dit is nog wel te doen, denk ik. Even kijken. Een paardenhoofd, jongens. Is wel heel erg gaaf. Oh, ik heb nog een hondje. Even kijken. Dit is dat katje. En het paardenhoofdkatje. Ja, ik ga het echt... alles moet ik nog uitpakken. Dus het is voor mij ook helemaal nieuw. Ik wilde ook echt zeker weten dat het pakketje hier ook eerst was voordat ik het op de site ging zetten. Kijk, hier is dus mijn dreamcatcher. Die ik dus al gemaakt heb. En het leukste is, hier staat het ook al eigenlijk allemaal al op. Op de doos.
dat het two-sided is. Dat kan je ook zien aan dit tekentje. Even kijken, de strings, dus alle touw zat erbij in, de paneeltjes zitten erbij in. Ik moet even kijken, Jocelyn, want het verschilt. Ik geloof dat het vanaf 5,95 tot 19,95 zijn die pakketten. Dus dat is echt gewoon leuk. Nou ja, dit is dus deze. Dus die hebben we gewoon echt al. We hebben ze dus. Maar we hebben ze niet alleen in deze kleur. Eens kijken of ik die andere kleuren ook al kan vinden. Oh, nog een. Oh, we hebben nog een vosje. Ha! Echt. Ja, en ik heb nog meer in elkaar gezet voor jullie. Dus nu even. Oh, er komt nog een paard uit. Kijk eens. In plaats van alleen een paardenhoofd hebben we ook een paard. Ik zal ze ook wel even een overzicht doen over alle doosjes als ze hier liggen. Dat is ook best wel leuk. Oh ja, kijk. Hier komt al een blauwe. Dus naast die zwart-witte uitvoering voor mij is er al een blauwe. Kunnen we het nog allemaal zien? Volgens mij wordt het allemaal. En ik heb ze uiteraard, omdat het wat verder vandaan moet komen, heb ik wat meer van deze doosjes besteld voor jullie al. Kijk. Eentje met hartjes. Ook dubbelzijdig. Ik heb er hier dus ook nog een andere. Is ook two-sided. Kijk, een bloemetje met blaadjes. Want ik weet dat jullie natuurlijk ook wel allemaal een andere smaak zullen hebben. Dus de zwart-witte. De bloemetjes. Even kijken. Oh. Ik heb een roze uitvoering. Naast de blauwe uitvoering en de zwart-wit. Ik heb trouwens nog een beestje. Kijk, een dragonfly. Dit is echt een. Oh, jongens. Ook voor de jongens onder ons. Voor de kleinste jongetjes. Gaaf, hè? Een UFO. UFO. Even kijken hoor. Het zit best wel allemaal goed ingepakt hier ook. Nou, moet ook wel, want het heeft een lange reis gemaakt natuurlijk. Vanuit Rusland hierheen. En nog een paard. Nog een zwart-witte. En ik zit te wachten tot ik eentje. Even kijken hoor. Dit is dat hartje voor jullie. Goedemiddag. Ik ben even live op Facebook. Dus als jullie me horen praten, dan is dat in mijn camera voor Facebook. Even kijken. Nou, ik zit te wachten waar ik die andere kan vinden voor jullie jongens. Maar voordat ik. Want ik weet natuurlijk wat ik besteld heb. Ik niet vertellen dat die niet ingepakt zit, hè, jongens. Ik mis er eentje, jongens. En ik verwacht dat die ook op deze grootte is. Deze is leuk, jongens. Kijk. Ook two-sided. Deze is wat groter en daardoor ook wat duurder dan die andere kleinere pakketjes. Dit is dus echt een hele mooie voor als je voor de babykamer bijvoorbeeld. En volgens mij had ik ook iemand die vroeg om iets voor de babykamer. Dus die is er ook. Zit in een iets groter doosje. Dan kom ik aan nog een doosje. Tot ziens. Dit is zes kanten aan elkaar zetten. Zes wooden paddles. En volgens mij zijn wij aan drie of vier kanten gaan wij beplakken dat doosje. Ja, die stapel wordt dan al groter hier al. Even kijken, dat is die. Even kijken. Ik heb nog een liefdesdoosje. Dus daar gaan ook bepaalde, ook weer zes paneeltjes. En die eerst dus gewoon in elkaar zetten en dan ga je het doosje in elkaar zetten. En dan heb ik nog een keer dat lofdoosje. Dan heb ik er hier ook eentje, die is wel heel speciaal. Dit is een pennenbakje. Of een pennendoosje. Dus dit is ook gewoon een gebruiksvoorwerp. Je hebt geen lijm nodig om dit in elkaar te zetten. Dus vandaar dat dit erg handig is. En dat pennendoosje hebben wij natuurlijk ook gewoon in het roze. Dus die is er in twee kleuren. Dan heb ik hier nog een grotere doos. Die heb ik gewoon eerst, volgens mij heb ik die maar één keer bestild. Oh nee, die heb ik ook al twee keer besteld.
Dus dat is een grotere doos die je in elkaar kan zetten. Gaat de bloem overheen, dan zet je de doos in elkaar. Hij is al geverfd. Dat is leuk. En dan komen we aan bij iets wat ik wel heel erg graag. Hal. Ik heb moeite om alles vast te pakken. En waar ik ook gewoon nog een voorbeeld voor jullie voor heb. En dat is deze. Dit is een telefooncel. Dit pakketje kost €19,95. Dat weet ik toevallig uit mijn hoofd. Dan zou je denken, jeetje. Nou jongens, bij dit pakketje heb je twee. Eén momentje, ik zal de deur dicht doen, want dat gaat niet goed. Er wordt vlak voor de winkel behoorlijk wat lawaai gemaakt, dus daarom word ik behoorlijk afgeleid. Even kijken, dit is een telefooncel. Daarbij maak je twee paneeltjes en dit is degene die nu, ze zouden kunnen het erkennen, want ik heb van de week een update geplaatst voor de foto waar ik mee bezig was. Dit is hem dus ook. Deze had ik namelijk toegestuurd gekregen. Met één zo'n zijkant ben je zo'n 3,5, 4 tot zeker 4 uur bezig. Het lukte mij niet op één zondagmiddag om zowat één plankje af te krijgen. Weet je, het is gewoon echt een flinke kant. En hier twee kanten. Gisteravond nog in elkaar gezet voor jullie. En dan is het eerst de bedoeling dat je eerst de zijkanten in elkaar zet. En dan pas het onderste gedeelte. Voordat jij die laatste zijpaneel doet, zet je deze er nog tussen, dat klepje. En je kan hem nu dus gebruiken door hier bijvoorbeeld theezakjes in te doen. Die dan leuk aan de onderkant zo uit kan pakken. Het wordt ook een telefoonboot, een tea house genoemd. Op de vorm van deze. Dan zal ik deze ook gewoon even lekker hier opleggen. Dat is ook wel leuk. Hebben we nog een tea house. Dat is een uil op een boomstronk. Dus dat is ook al een hele gave. En dan is er nog een theehuis. Alleen die heeft alleen de zijkanten. Het is kasteel zelf is flink bouwwerk. Om in elkaar te zitten. Maar het logo gaat er wel op. Er zijn 17 panelen van hout om in elkaar te zetten. Dus dit is ook voor de jongens heel erg leuk. En dat kan je hier ook al zien dat er echt wel meer gebouwd moet worden. Want dat er hier bij deze gepaint moet worden. Dus die is weer heel apart. Even kijken, hebben we nu het einde in zicht? Ja. Het einde is in zicht. Wat er in de doos zit laat ik nog lekker even zitten jongens. Want ik heb ook een paar paintings mee besteld. Maar we willen eerst gewoon kijken wat de kwaliteit is. Voordat wij daar wat mee gaan doen. Ik zou zo zeggen jongens. Wizardy is dus gewoon het nieuwe merk wat wij hebben. En dat is dus allemaal vierkante steentjes, maar dan op een houtproducten. Dus je gaat daarna ook dus gewoon nog iets in elkaar zitten. Het product is helemaal af, dus als je hem koopt is het helemaal, alles zit er gewoon bij. Dus dat zou ik wel zeggen voor de Dreamcatcher, de touwtjes zitten er gewoon bij om het te maken. Ik vind ze allemaal superleuk. Ze zijn gewoon ook leuke gebruiksvoorwerpen, zoals die pennendoosjes. En en die kleintjes natuurlijk allemaal op 3 mogelijkheden. Of ophangen, of met het magneetje, of op het, houdertje wat erbij zit. We kijken wat er nou nog in die doos zit. Ja, nou, ik heb dus, Wizard die heeft dus ook Diamond Paintings. Ook gewoon in het groot. Dus ik heb er wel eentje mee besteld. Maar die ga ik natuurlijk zelf eerst even bekijken hoe dat eruit ziet. Wissen die kan mij dan ook nog een ander merk leveren. En daar heb ik er ook eentje van mee besteld. Omdat ik ook gewoon eerst wil weten of deze kwaliteit van dit merk ook goed is. Is wel ook een rus. En zij hebben twee verschillende soorten paintings. Dus ik heb gewoon wat proefjes besteld. Dat gaan we eerst voor jullie uittesten. Maar voor een eerste bestelling vanuit Rusland denk ik dat wij... er wel tegenaan kunnen. Volgens mij ben ik voorlopig wel even zoet. Met allerlei nieuwe dingen op de lijn zetten. Of op de site zetten, want dit is best wel veel. En we hebben dus gewoon echt aan iedereen gedacht. Ja, ik moet zeggen, de alle droomopvangers zijn dus dubbelzijdig. Dus dat is gewoon echt geweldig. En deze is inderdaad een heel stuk groter. Maar is wel heel erg leuk voor de kinderkamer. Dus, en het zijn dus echt leuke kleuren. Het is niet alleen dat grijs-witte wat ik zelf gemaakt heb. Er is dus ook gewoon een roze variant. Een blauwe variant. Een rode met een hartje. Het bloemetje. Even kijken, bloemetje. Ja. En de doosjes zijn ook gewoon leuk. Oftewel, ik ben fan.
Maar dat mag duidelijk zijn, anders had ik niet besteld. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden, want ik ben echt tot gisteravond laat nog even bezig geweest, want ik wilde hem af hebben. Dus het viel mij op zich, ik heb 2 avonden gewerkt aan 1 zijkant en ik heb laatst een zondagmiddag en een stukje van de avond gewerkt. Ja, ik vind het super leuk en daarna nog in elkaar mogen zetten is natuurlijk ook geweldig. Er zit best wel wat werk in, dus het is niet zo van, hey, ik doe dit even snel als je zo'n groot werkstuk neemt. Want ja, dat zeg ik al, het ging toch echt 3,5, 4 uur aan 1 kantje zitten. Dus ik denk dat ik hier zo'n 8, 9 uur werk in heb zitten met painten. Dus dat is toch best nog wel te doen. Zo doen we normaal natuurlijk ook als we een painting maken gaan, dan zijn we daar ook mee bezig. Dus met zo'n klein en dan wordt het een gebruiksvoorwerp. Dat vind ik zo leuk, jongens. We hebben gewoon dingen die we gewoon neer kunnen zetten. Die we gewoon in ons dagelijks leven kunnen gebruiken nu. Ja, helemaal lekker painten. Het zijn wel allemaal vierkante painten, steentjes. En wat ook anders is, is dat je bij deze een sticker hebt die je opplakt. Dus het is een dubbelzijdige plaklaag. Vandaar ook dat ik heel erg eerst alles wil testen voordat ik zoiets naar de winkel haal. En nou ja, goed, dit werkt dus goed. Dus ik ben zelf heel erg blij. Het werkt goed, het werkt mooi, het plakt goed. Product is mooi. Er zit genoeg materiaal in. Alleen soms van sommige kleuren iets is het wel wat preciezer afgemeten. Dus hou daar wel rekening mee. De steentjes zitten overigens allemaal al in gezipte bekjes. Dus je hoeft ze niet over te doen naar andere zakjes. Dus dat is ook een pluspunt. En goed, als jullie dit heel erg als goed ervaren, dan kan ik natuurlijk gewoon vaker uit Rusland bestellen. En als de paintings mij ook bevallen, ik weet dat ik jullie ook wel willen zien. Kijk, dit is dan 1 painting. En ik wil gewoon eerst hem openmaken, kijken hoe dat eruit ziet en wat de kwaliteit is voordat ik doorga. Want ik heb nu alleen de houten producten gezien. En het andere merk wat zij dan nog hebben is die kan ik niet uitspreken. Want mijn Russisch is dus niet zo heel erg goed. Amasar, als het goed is. En die kan ik via meerdere groothandels bestellen. Dus ik was gewoon even nieuwsgierig hoe dit eruit gaat zien. En zij hebben dus de gewone, maar dit zijn als het goed is ook weer vierkante steentjes. Zelfs dat weet ik niet of dit vierkante of ronde steentjes zijn. Dus dit moet ik ook nog uitzoeken, want ik zie hier namelijk ook iets met een flesje met lijm op staan. Dus deze moet ik echt helemaal uit gaan zoeken. Maar ze hadden dus ook dit soort. Dus dat je met een ander soort steentje werkt, krijg ik die een beetje scherp. Door de plastic waarschijnlijk niet. Dus ik wilde gewoon even kijken hoe dit er gewoon uitziet. Want dit zijn in ieder geval wel ronde steentjes. Maar dat ziet er gewoon weer net even anders uit. Dus even kijken. En ik kan bij deze dus nog net niet uit of dit nou wel of niet met lijm is of met plek. Nou ja, laten we zo zeggen, ze hebben nog meer. Overigens had ik de laatste paar keer vragen naar mensen die wilden schilderen op nummer. Als jullie dat echt willen, mag je me ook een seintje geven, want de makers van Wizardy, zij hebben op hun Facebook of op hun bestelsite ook nog verschillende setjes om te painten. Maar als je dat wil, kom dan even naar de winkel, geef dan een beetje wat aan, want daarin kan ik niet bepalen wat leuk is en wat niet leuk is. Waarschijnlijk dat ik de volgende keer wel al iets mee bestel daarop om te kijken of dat geschikt is en hoe dat werkt. Dus ik zou zo zeggen, tot van de week. Ik heb genoeg laten zien. Dag allemaal!